Een hele goede morgen, zonder zorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Sarah, het is vandaag zaterdag. Als jullie deze vlog zien, is het alweer maandag. Alvast een heel fijn weekje. Ik zeg dat altijd verkeerd. Een hele fijne week alvast. Knal eventjes met school of met werk. Nigel, die heeft vannacht bij mij geslapen. Nu gaan we voor de donkere grot in. Die is hier. Hallo. Hola. En ik ga even licht in de duisternis brengen. Want het is echt absurd hoe donker het hier is. Zo. Kijk, ik ga ook gelijk energie besparen om de lamp uit te doen. Nou, die zien we zometeen wel. We hebben ook al lekker ontbeten. Ik heb een pizzaatje op met zoals gewoonlijk een chocoladebroodje en een kaasbroodje. Die zit toevallig nu nog. Wat ligt die in een washandje? Die ligt toevallig nu nog op het bed. Maar ik ga eerst eventjes mijn vlog editen, want dat moet ook gebeuren. Nigel en ik gaan vandaag een lekker chill dagje houden. Misschien dat we nog wat leuks gaan doen. Maar als je de vlog van gisteren hebt bekeken, weet je dat Nigel pieperdienst heeft. Dus we kunnen niet mega veel doen. Maar we willen er onlangs wel een hele mooie dag van maken. Want het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. En mijn huid kan nog wel wat zonnestraal gebruiken. Good girls don't make history. Oké, guys. Ik heb mijn ogen net gedaan. Ik moet dan nog even de onderkant doen. En nog een beetje mijn mascara toedienen. Maar ik ga nu bronzen doen. En blush en highlighten. En ik heb het maar één keer gebruikt in heel mijn leven. En gisteren heb ik samen met Lekiesje het gekocht. Dus ik ben heel erg benieuwd of ik het goed toilet. Alsjeblieft een drommel achter. Want dat is allemaal niet voor mij. En dat ga ik ook niet opruimen. Waarmee moet ik het eerst beginnen? Bronzer. Highlighter of blush? Ik ga eerst het thumbnail maken. Dat ga ik als eerste doen. Oké, ik denk dat je met bronzer begint. Ik weet ook echt niet hoeveel ik moet gebruiken. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik denk dat dit al te veel is. Ik ben zo bang. Wat moet ik doen? Moet ik een appeltje maken? Ik weet het niet. Ik ga wel even een soort van spiegel erbij pakken. Ja, zullen we het gewoon zo doen? Ik heb echt zo'n gevoel dat het al zo donker is. Ik weet echt niet waar bronzen moet, jongens. Ik weet het echt niet. Oké, ik doe gewoon hoe ik denk dat het moet. Heb ik het fout, dan heb ik het maar fout. Heb ik het goed, dan heb ik het goed. Ik weet het echt niet hoor. Ik zie dit altijd bij van die beauty mensjes. Van die beauty bloggers zie ik het altijd. Dus als hun het zo doen, dan doe ik het ook maar zo. I don't know, man. Ik moet hier les in krijgen. Dat moet ik. Ik denk dat dat beter is, dat ik hier gewoon les in ga krijgen. Bronzer hebben we gehad. Hoe ziet het eruit? Zo. dan gaan we nu maar blush doen. Komt dat daarna, jongens? Of niet? Ik weet het echt niet, hoor. Oké. Blush. Maar blush, dat weet ik wel. Dan moet je weer appeltje maken. Zo, appeltje 1. Appeltje 2. Ik voel me net een Barbiepop, jongens. Met die blush. Oké. Nu highlighter. Een highlighter moet volgens... Ja, ik weet, het is niet de goede kwast ervoor. Maar die moet ik nog kopen. Maar die hadden ze gisteren helaas niet meer. Dus ik doe het me heel eventjes zo. Waarschijnlijk is dit al veel te veel, maar... Zo, denk ik. Zo, en dan hier ook. En dan
zag ik ook dat ze het op hun neusje deden. En dat ze het op hun... bovenlip deden. En dat ze het hier deden, maar dat heb ik al een klein beetje. En dan ben ik klaar. Bronzer, highlighter en blush. Waarschijnlijk heb ik het niet goed gedaan. Maar ja, dit is het dan. Ik heb echt zo'n gevoel dat het op camera geven niet echt het effect wat je in het echt ziet. Want in het echt ziet het echt, vooral hier, het ziet echt heel donker uit. En hier valt het nog wel mee. Maar ik denk dat ik het op een of andere manier even moet blenden of zo. Ik weet het echt niet. Zo. Ik vind dat ik klaar ben. Ik weet dat ik heb gezegd dat ik me niet zou opmaken. Maar ik heb het nog gedaan. Wat vinden jullie ervan? Het valt nu echt heel erg mee met het licht. Geloof me. Maar de camera staat lichter ingesteld. En geeft niet de echte kleur aan die je in het echt ziet. Ja, het geeft wel een soort van kleur aan. Maar niet de echte kleur. Ik weet niet of ik dit goed heb gedaan. Maar laten we hopen van wel. En anders loop ik heel de dag voor nul. Maar dat maakt niet uit. Hallo pony. Hallo. Hallo pony. Hoezo sta jij nog buiten? Hi. Hoezo sta jij nog buiten? Hi. Hoezo sta jij nog buiten? Hi. Oh, hij staat nog buiten, schatje. Hij moet naar binnen. Het is veel te koud. Nou guys, het is inmiddels alweer 7:15 in de avond. Ik heb vrij weinig gedaan. Nijtje die heeft al die tijd pechdienst gehad. Die is eindelijk pas klaar. En we hebben allemaal echt enorm veel honger. We willen eten. Eigenlijk mogen we geen honger zeggen, maar we hebben echt trek. We zijn allebei nu een beetje suf, maar zodra we hebben gegeten, dan krijg je weer energie, hè? Ja. Oh, kijk nou hoe schattig. Ze hebben weer bloemetjes neergezet. Tjus. Heel rijtje. Dat is wel schattig gedaan. Bij mij in de buurt hoef je dat niet te doen. Dan worden ze gelijk gepakt. Gejat, gestolen. Maar goed, wij zijn er beneden het huis. Dan gaan we lekker eten, jongens. Want dat kunnen wij allebei echt heel goed gebruiken. En jij nog harder dan ik, want jij hebt hard gewerkt. Stone cold sober, I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some.